We zien eigenlijk een kantering tussen de traditionele businessmodellen naar een digitale organisatie. Daardoor krijgt IT, maar ook zeker een CIO, een belangrijke rol binnen de organisaties. Je hoorde net ook bij Keynote, bij 2022 zal een CIO samen met HR verantwoordelijk zijn voor een stukje cultuurverandering, adoptie ook bij de eindgebruikers. En dat is ook waar Ivandi voor staat. Hè. We hebben een user-centric approach waarbij wij diverse silo's aan elkaar kunnen koppelen vanuit een stukje techniek, functionaliteit. En wij faciliteren eigenlijk de organisaties om te kunnen gaan discoveren, inzicht krijgen binnen hun omgeving, bedrijfsprocessen en aan de hand daarvan overgaan tot acties. Nou, bij elk proces zijn wij in staat om met onze klantorganisaties samen gaan werken om samen tot een succes te gaan komen. Bij elke IT-organisatie zien we eigenlijk twee grote uitdagingen. Dat zijn resources en budgetten. Die koppelen wij vanuit een Ivanti-perspectief aan de eindgebruikers. En die drie aspecten bij elkaar opgeteld is de business case. Dus we hebben samen met onze klantorganisaties hebben wij een plan van aanpak gemaakt. Dat is propositie, doelstellingen, waar ga je naartoe? Vervolgens gaan we kijken naar een stukje toepasbaarheid, de meerwaarde voor die klant, hè, voor die omgeving. En op het moment dat Ivanti de juiste partij is voor die organisatie, gaan we ook samen kijken naar dit stukje haalbaarheid.